Buurman. Ah, heb je de snoef op me, jongen? Zeg het eens. Buurman Mot, ik zal u hem vertellen. Ik heb een country fasier screen. Zo. Sam met mijn kameraad Wadenier. En die dat de effecten met de Solex. Het gaat over de keer dat wij, hebben de snoeven dus, hè, mijn jaante en Wadenier naar de TT in Hassen de West ben. Ik weet het nog goed. Het was vorig jaar dat Aldijn, nu de fietsenmerker, een buddy seat had gemonteerd op mijn Schan-Solex. Schan-Solex? Ja, mijn zo goed als neer Solex, mijn jongen. We waren al vroeg op, om een uur of drie, want we wilden niks missen. Wadenier kon een uur later weg, want die heeft een Berini. En die loopt mee wat harder, nou. Bovendien hoefde die Berini maar één leren jassen te trekken. En mijn Solex moest er twee voor u helpen. Om half vijf uit Steemiek, met Jaante achterop. Een jassen en de pente aan, de elms op de kop. Wij zullen binnen deur, en dat hem weer weten. Hoewel de olde Solex zich goed van zijn taak even kweten. Volgens Wadenier klopte het laatste woord niet. Die zei dat de kweten niet kon. Volgens hem bestaat kweten alleen maar ik weet het niet of ik weet het wel. Nou, volgens mij heet het officieel gekweten. Is zo? Nou. Dan gingen wij via Kallenkoten langs het COT. Toen brak de linker voetsteun af, maar ze zat er niet mee. Ze duwt haar linkerbeen, gewoon over mijn linkerbeen. Bovendien had ze twee penten aan, dus geen mensen kon wat zien. Oh, wat voelden wij ons vrie, op weg naar de TT. Eigenlijk waren we met drie, maar wie was er nog niet? Wie? Ja, Willem Wadenier, mijn jongen. Zo bij de kazerne langs, naar de Van Heloma weg. Daar brak het piepien van de motor, onze tweede weg. De Solex brulde haast een tijger, dit zien krolse tiet. Maar het had ook ja te kunnen wezen, want tijgers ken ik niet. En bij de Unebedden, onze eerste stop. Dat duurde nog alleen, ze kreeg de helm niet van haar kop. En overal ging lochten aan, op een reden met zijn beiden. Miata had het gloeken strak, met al dat troffe zwijn. O, wat vuurden wij ons vrie, op weg naar de TT. Eigenlijk waren we met drie, maar die wie was er nog niet. Tussen die verbroeg en smilde, heilde Wadenier ons in. Wie aan te scrollen, maar dat kwam zijn helm niet in. Hij stopte nogal plotseling en gaf mij ook een sein. De motors en de helms ging af en Wadenier zei fijn. Uiteindelijk kwam we in Hassenham, het was toen 9:30. Wie wees ons de weg tot Jaan te zien. Nou eens zien, een heleboel te auto's door op het parkeerterrein. Hij bent er, her, roep Willem maar. Die stopte en zei heen. O, wat vulden wij ons vrie, op weg naar de TT. Eindelijk waren we met drie, want wie was er ook bij. We reden zo de poorten in, het volkstuur van de kaant. Ja, te duurt de brandweer nou, dus iedereen te help. Ik vind de benen wel wat smal en de coureurs wat groen. Dat lukt spreken stemmen zie. Ik ben in de verkeerstuur. We hebben het nog een fun, zo tung een uur of vier. En dat was weer te danken aan onze Wadenier. Ik kwam bij een party. Hey, zie, dit ken ik wel. We stoppen de helms af en mijn jaan te zien. Hey. O, wat voelden wij ons vrie op weg naar de TT. Eindelijk waren we met drie, want wie was er ook bij.
verkeersinformatie. Hier is Henk Westerduin met verkeersinformatie. Op een tentencircuit in Assen is één spook, nee, ben twee spookrijders gesignaleerd. Zandpad had een kruising met een mooie asfaltweg. En toen wij overstaken, was Miante opeens weg. De Solex trouwens ook, ik had al enig nog mijn stuur. En waar de Niers Perini was, ene bonke vuur. Pas ding een uur of achter, vind ik Miante weer. Zie terug een lauwer kraanse en een hoop uur helmen vier. We hebben toch een beloning, zie ze, voor ons gezies. Ik heb de eerste vriezen kreeg, wat in de zees van een reis. Hoe wat vulden wij ons vrie, op weg naar de TT. Eindelijk waren we met drie, want wie was er ook bij. Hoe wat vulden wij ons vrie, op weg naar de TT. Eindelijk waren we met drie, want wie was er ook bij.